De Kersen Group of Companies heeft in het kader van haar 255ste oprichtingsjaar haar huisstijl gewijzigd. Dat gebeurde vanmorgen tijdens een persconferentie. Op 29 juni 1768 werd het bedrijf opgericht als stoffenwinkel en kleermakerij. Volgens Imani van Klaveren, financieel directeur, is het bedrijf na bijkans 2,5 eeuw uitgegroeid tot een zeer gediversifieerde groep met bijkans 13 bedrijven, verdeeld over 5 divisies. Verder heeft Kersen ook in het kader van haar diversificatiestrategie onlangs of een paar jaren terug een joint venture operation aangegaan met Argos Columbia. We zijn ook afspraken en overeenkomsten aangegaan met Nipro en New GPC in Guyana. En ter verdere diversificatie hebben we een 20% aandelenbelang verworven in een van de Surinaamse banken, dan wel de Finabank. Onlangs is Kersen, zeker ook in het kader van haar verdere diversificatiestrategie, heeft ze los van de 4 divisies die ik daarnet heb genoemd, is zij ook actief sinds kort in de energiedivisie, waarbij we 2 activiteiten, dan wel bedrijven, hebben geïdentificeerd. Met name de Kersen Training Academy en Kersen Environmental Services. Vishal Jadnanan Singh, directeur Kersen Group, geeft aan dat het bedrijf verder kan groeien omdat zij een solide basis heeft gezet. Commercieel directeur Koert van Essen zegt dat het bedrijf voor de komende 5 jaar een centraal thema zal hanteren, namelijk de One Kersen Vision. Als bedrijf, als je 255 jaar bestaat, doe je blijkbaar iets goed. En daar hebben we ook heel goed over nagedacht van wat doen we nou heel goed. We zijn tot de conclusie gekomen dat we ook in de gemeenschap en door onze klanten gezien worden als een betrouwbare partner. Dat geven de werknemers zelf aan, onze klanten, maar ook de relaties die wij in de gemeenschap hebben. En wij zijn een partner die werkt aan duurzame ontwikkelingen met een wederzijds voordeel voor een ieder. En dat hebben we allemaal ook netjes vervat in onze vision en zo willen we in de toekomst er ook uitzien. Dat betekent dat wij vanuit, we willen het uitdragen, we willen het versterken, we willen binnen de companies veel meer gaan samenwerken, maar we willen ook met partners een sterkere relatie opbouwen om zo strategisch concurrentievoordeel te realiseren met de klant als centraal element. De bekende en vertrouwde kleuren blauw en oranje, welke staan voor zakelijkheid, gecombineerd met de Surinaamse hartelijkheid en warmte, zijn ook dit keer weer verwerkt in het nieuwe logo. De nieuwe slogan, The Mark of a Choice Well Made, vindt haar bestaansrecht in de erkenning dat het niet gaat om een toeval.